Ja, en van Jupiler League voetbal gaan we naar Eredivisie voetbal. Vrouwen wel te verstaan, de vrouwen van VVV. De laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag verloren ze, dus het wordt tijd dat ze weer eens gaan winnen. De dames van Heerenveen op bezoek bij VVV. Miezerig weer en een net wat niet goed is, maar scheidsrechter Koppens repareert dat eigenhandig. De eerste kans is voor Heerenveen met een goede redding van Veerle Willekens. De dames van VVV proberen in die eerste helft wel terug te doen, maar kunnen niet echt een vuist maken. Heerenveen is slagvaardiger. Een lange paas over de linkerkant. En dan in het midden, daar staat ze al klaar. Vivianne Miedema met de 0-1. En dat allemaal in de 20ste minuut. Daarna nog een gevaarlijke kans. Heerenveen met het loslaten van keepster Willekens. En dan de bal van de lijn gehaald. Zo ontsnapt VVV in die eerste helft aan een 0-2 achterstand. Natuurlijk proberen de dames van Rick de Rooij wat terug te doen. Danielle van der Donk. Mooie schaar. Maar de bal levert niet meer op dan een corner. Strijdkracht en strijdlust, dat heeft ze wel, de aanvoerster van VVV. Dit schoot naast en dat gaf een beetje de machteloosheid aan in de eerste helft. In die tweede helft opent VVV goed en is het Danielle van der Donk uitgerekend. Zij die de bal er niet inschiet. Geen 1-1 dus. Heerenveen met een hoge bal waarbij Willekens door haar enkel gaat. Het duurt lang voordat scheidsrechter Koppens affluit. Want er ligt ook een speelster op de grond van Heerenveen. Heerenveen gevaarlijk. In de tweede helft vindt opnieuw Miedema. En Miedema rond het zuiver af. Kansloos is Willekens. En dan staat het 0-2 na 56 minuten spelen. Twee minuten later. Een corner van VVV. De bal blijft hangen in het 16 meter gebied. Maar Anne van Erp prikt hem in de uiterste benedenhoek. 1-2 en dat geeft weer hoop. Goed gezien waar het gaatje was. Achterin uitverdedigen bij VVV. Maar Heerenveen neemt al meteen over op het middenveld. Spitsen met de lange bal. En die gaat in de winkelhaak achter Willekens. 1-3. Terwijl de 2-2 eraan zat te komen. Dan doet Kika van Es wat terug. Zij denkt, wat spitsen kan, kan ik ook. En inderdaad, hij gaat er feilloos in. 2-3. En dan zijn er nog zo'n 25 minuten te spelen. Willekens moet er dan toch af en wordt gewisseld voor Sandra Swinkels, de routinier. Terwijl het blijft regenen, probeert VVV dan het overwicht uit te drukken in de gelijkmaker met Danielle van der Donk. En dan voor het doel ook nog eens een keer Jeslin Kuipers, die net mist. Pech voor de dames van VVV. 7 blessures en dan zo spelen. Vrouwen Fortuna mag best een keer op bezoek komen in Venlo. Kika, jullie zitten wel in de hoek waar de klappen vallen momenteel. Ja, op het moment wel is echt zonde. Dinsdag verlies je met 5-1 en nu verlies je weer onterecht, vind ik. Ik vond dat wij veel beter waren, alleen we creëerden niet zo heel veel kansen. En ja, als je geen kans creëert, kun je ook een doelpunt maken. Volgens mij hebben we allemaal de kansen kunnen tellen. En ik denk dat die duidelijk in ons voordeel waren. We schieten zelfs een bal op de lijn van de tegenstander, schieten wij er zelf nog vanaf. Ja, dan is dat pech. Die bal die gaat er dan niet in. Dat is het verschil tussen 1-1 en 2-0. Het mooie aan VVV is dat wij kijken niet zo naar anderen. Wij kijken naar onszelf, hoe we zelf ontwikkelen. We hebben in anderhalf jaar tijd een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Die competitie vinden we leuk, maar dat staat voor ons niet op nummer 1. Ja, tot zover deze aflevering van LA Sport in een regenachtig stadion van Fortuna Sittard. Morgen dan zijn we er uiteraard weer. Dan onder andere met het NK Atletiek. We hebben amateurvoetbal en we hebben natuurlijk de Batteraaf. Dag!